Hallo iedereen, ik wilde graag nog eens een filmpje maken over het rokje dat ik gemaakt had. Ik heb gisteren ook zo'n rokje gemaakt met mijn dochter. Het was een hele ervaring. Het is eigenlijk een heel simpel patroontje. Dus wat doe ik? Ik neem de omtrek van de heupen of de taille, waar dat je dus wil hebben dat ze hun rokje dragen. Dus kijk goed naar je kind en neem de maat waar dat je ziet dat ze meestal hun kledij dragen. Is het een kindje die graag zijn rokje en zijn taille draagt? Of is het altijd een kindje die zich zijn rokje toch een klein beetje lager trekt? Dus op die plaats neem je je maat en je doet die maat maal 2. En je neemt eigenlijk een grote lap stof. De 2 maal de lengte van je omtrek waar dat het kind zijn rokje draagt. Dan kan je eigenlijk verder, heb dus maar één naad. Dus er is maar één naadje, je zijnaad of je middenrugnaad. Dat is te zien hoe dat je het wil. En hier onderaan zie je dat ik een tweede stof aangestikt heb. Dus hier zit er eigenlijk een naadje. Dus dat wil zeggen dat je de totale lengte van je rok neemt van je kind. En je kan dus gaan verknippen en extra stofjes toevoegen. Je zou hier bijvoorbeeld nog lijntjes kunnen opsteken, paspeltjes tussen steken, een boordje kant onderaan doen. Je zou kant kunnen laten naar beneden lopen of naar boven lopen van je rokje. Dus je hebt eigenlijk met dit patroon eigenlijk, het is eigenlijk geen patroon, het is eigenlijk gewoon een lap stof waar er één naad in zit, kan je eigenlijk heel veel variaties maken op het rokje. Ik heb hier nu een tunneltje gestikt van ongeveer een drietal centimeter. En ik ga werken met een knoopsgatelastiek. Je zou kunnen zeggen van neem een gewoon elastiek dat je liggen hebt. Dat is voor mij ook goed. Maar er is een heel klein trucje die ik toch echt wel interessant vind. En dat ik toch een keer wil delen met jullie. Ik neem een knoopsgatelastiek omdat ik hier op het einde van mijn knoopsgatelastiek ga ik een knoopje zetten. En wanneer ik mijn elastiek in het tunneltje van mijn rok doe, ga ik die niet vaststikken, maar ik ga die vastdoen aan mijn knoopje. Dus mijn knoopje gaat hier doorzitten. En wat is nu het voordeel van deze elastiek? Is wanneer dat je ziet dat je kind een beetje zwaarder wordt of ze groeien, maar de lengte van het rokje is nog geen probleem. Maar de breedte aan de taille, de elastiek spant al een klein beetje. Wel, dan kan je die eigenlijk een klein beetje gaan lossen. Of je kan een klein beetje meer gaan aanspannen. En dat is wel een leuk tipje. En zo kunnen je rokjes eigenlijk ook makkelijker mee van je eerste kind naar je tweede kind. Mijn eerste dochter is zeer smal, maar zeer groot. Mijn tweede dochter is iets zwaarder en heeft een buikje. En daardoor, als ik eigenlijk altijd met die knoopsgatelastiek werk, kan ik eigenlijk perfecte rokjes doorgeven naar mijn dochters. Dus probeer het eens thuis. Kijk eens wat het effect is bij jullie. Maar ik garandeer je wel dat dit een zeer goed systeem is en veel beter is dan die elastiek vast te stikken. Dus, veel succes en veel plezier!